De wedstrijd is inmiddels afgelopen. Erik is 3-2 gebleven. Dus ja, de eerste oefenwedstrijd voor Nunspeet is in een overwinning geëindigd. In het kader van het Stella Nederlaag toernooi hoefde dus derhalve geen strafschoppen genomen te worden. Omdat Lunteren niet meer waarschijnlijk voor de prijs in aanmerking gaat komen. Dus dat is nagelaten in ieder geval. Teams zijn inmiddels de kleedkamers ingegaan. En gaan zo meteen nog eventjes napraten, denk ik, in de kantine. En dat geeft ons de gelegenheid om na te praten met trainer Lucas Hoekman. Lucas, gefeliciteerd zou ik haast willen zeggen. 2 weken onderweg inmiddels. Heb je vanmiddag gezien wat je de afgelopen 2 weken getraind hebt met de jongens? Ja, dat heb ik wel gezien, ja. De eerste fase opbouw zijn we nu deze weken mee bezig. En dat tempo moet omhoog. Maar aan de bal was het goed. De eerste helft was het aan de, zonder bal juist niet goed. Maar goed, dat druk zetten zijn we nog niet aan toe geweest. We waren aan druk zetten met de middenvelder extra op de centrale. Waardoor we op het middenveld te veel ruimte weggaven. De tweede helft hebben we dat anders gedaan. Is Emiel aan de binnenkant gaan spelen. Waardoor we dus op het middenveld gewoon 3-3 bleven spelen. Ging een stuk beter. Ja, dat verschil was duidelijk zichtbaar. Hè? Maar ook met 8 nieuwe spelers natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je speelt natuurlijk tegen een tweede klasse. Die in de eerste helft misschien net iets te veel geven. En dan met 2 counters ook nog op 2-0 voorkomen. Dus die gaan misschien ook iets te veel doen. Wij konden vrij compleet wisselen. Maar ik vond aan de bal ook echt wel een redelijk goed in de tweede helft met name. Ja, dan kom je terug tot 2-2 terecht. Want Nunspeet was op dat moment ook de betere partij. En dan uiteindelijk toch nog een 3-2'tje. Hè? Geef je dat nog een goed gevoel? Nou ja, net wat je zegt. Voor het gevoel is het goed dat je gewoon die eerste wedstrijd ook wint. En zeker ook omdat het een tweede klasse was. Dan ben je ook wel aan je stand verplicht om te winnen. Maar op basis van wat ik gezien heb, vond ik het ook een terechte overwinning. Ja, dan eventjes naar nog wat anders eventjes toe. Hè? Want je gaat verder met je trainingsopbouw. Aanstaande donderdag is er dan nog de afscheidswedstrijd van de spelers die vertrokken zijn. Ja, er komen heel veel oud-gedienden. Hè? Daar heb jij ook nog wel mee gewerkt met die jongens in het verleden. Ja, het wordt een soort reunie. Hè? Dus ik verwacht een zware wedstrijd voor ons. Want dat zijn allemaal ex-toppers. Ja, en de begeleiding van het ex-toppers wordt door Van Dijkhuizen gedaan, heb ik begrepen. Ja, Hans is er ook bij. Ook een ex-topper. Dus dat is een hele zware tegenstander. Ja, dus dat wordt een heel gezellig avondje aanstaande donderdag. En volgende week zaterdag gaat het dan weer verder. En NSC Nijkerk is dan de tegenstander. De tweede oefen tegenstander eigenlijk. Ja, nou kijk, allereerst die afscheidswedstrijd. Dat moet gewoon natuurlijk ook een traditie binnen de vereniging worden. Daar moet je wel wat regels voor opstellen. Wat condities van als je zoveel wedstrijden gespeeld hebt. Of zoveel seizoenen in de eerste selectie. Gespeeld hebben in Nunspeet, dan kom je automatisch voor een afscheidswedstrijd in aanmerking. Daar hoort ook een beetje bij. En tradities opbouwen binnen een club is altijd heel goed. Daarnaast is het natuurlijk ook vaak een weerzien. En waarschijnlijk wordt het een gezellige avond. Ga ik wel vanuit tenminste. Dat voorzie ik ook hoor. En of dat ook nog effect heeft op de voorbereiding naar zaterdag toe. Maar in ieder geval, het hoort erbij. En zaterdag NSC. Ja, dat is ook weer een graadmeter. En dan zullen we eigenlijk het voornamelijk met onze eigen jongens doen. Vandaag waren er 4 jongens van 2 erbij. Die prima meegetraind hebben. En ook dank daarvoor, want we konden een mooie 11-11 spelen steeds op de training. En het tweede gaat ook beginnen. Dus nu worden ze alleen opgeroepen als we ze echt nodig hebben. Ja, je hebt nu 23 jongens op papier staan. Er blijven er uiteindelijk 18 over, Lucas. Nee, we hebben 19 veldspelers, waarvan er 1 revalideert, hè, dat is Bram. Van die 19 zijn er 2 stagelopers. Dus nee, we hebben de selectie wel compleet. Er gaat niemand meer afvallen in die zin. Oké. Ja, want die competitie, daar gaan we even over de beker heen. Daar komen we zo meteen nog wel op. Want die competitie, ben je verrast door de indeling van de KNVB in het Westen? Ja, het zat er natuurlijk in met al die wijzigingen en zondagclubs die instromen in het zaterdagvoetbal. Dus helemaal verrassend niet. Of het onze voorkeur had, ik denk dat we dan wel kunnen spreken dat we liever hier in de regio gezeten hadden. Oostelijk van ons, want dan hadden we meer derbies gehad. Wat op zich voor de spelers leuker is. Je kent elkaar allemaal. Veel publiek. En nu moeten we dat toch even afwachten. Ja, want de enige derbies die overblijven, dat is NSC Nijkerk, SDC Putten. En dat zijn net 2 degradanten uit de hoofdklasse. Ja, dat zijn zware concurrenten. Dus dat wordt alleen maar heel interessant. Wat weet je van die andere tegenstanders überhaupt vanuit het verleden?
Helemaal niets. Dus we gaan er helemaal blanco in. We gaan natuurlijk nog wel kijken of we ze kunnen analyseren in de voorbereiding. Zeker de laatste weken als het om het tegen gaat voor de beker. Dat we wel weten waar tegenover we komen te staan en wat de sterke punten zijn en de minder sterke punten van tegenstanders. Ik hoop wel dat we daar nog een goed team voor kunnen samenstellen van analisten. Weet je hoeveel kilometers je gaat rijden naar die tegenstanders komend seizoen? Dat weet ik niet, maar volgens onze cameraman Cor is het maar 3 uur meer en verder reizen dan vorig seizoen. Dus dat valt mee. Nou, het is maar goed dat jij elektrisch rijdt, want het zijn 2000 kilometers hè, naar al die uitwedstrijden. Ja, maar je hoeft ze niet op één zaterdag te rijden. Nee, dat dan weer niet. Dan wordt het wel een lange rit hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar het is allemaal ongeveer binnen een uur tot 10 minuten. Behalve dan die ene wedstrijd in Noord-Holland. 134 kilometer, Lucas. 134, nou ja. Dan maken we een extra stopje onderweg. Ja. Vind je het jammer overigens dat je weer niet tegen de ploeg uitkomt... waar we de afgelopen seizoenen tegen gespeeld hebben? Ene kant wel. Andere kant is het ook leuk om een heleboel nieuwe tegenstanders te ontmoeten. Op nieuwe accommodaties te komen. En ons te laten verrassen. Wat is de doelstelling voor het komend seizoen? Nou, die ligt hoger dan afgelopen seizoen. Dus dat betekent doelstelling is promotie? Nou, we willen wel graag voor een prijs spelen. Maar nogmaals, ik verwacht nodige concurrentie van de buren en Zuidvogels niet te vergeten. En er zitten natuurlijk in het Westen ook een paar goede tegenstanders tussen. Dus wij moeten beter zijn dan vorig seizoen. Dat is ook onze doelstelling. En dan moet het denk ik mogelijk zijn om in ieder geval het hele seizoen mee te doen voor belangrijke posities. Goed, dat is in ieder geval de uitdaging waarvan akte. En dan de beker. Geloot tegen Epe, ook een eerste klasse. En tegen VSO en OWIOS. Ja, dat zijn onze enige derbies dit seizoen. Ja. Dus dat worden leuke potjes. Ja, Epe ook een eerste klasse, hè? Inmiddels wel. Die is ingestroomd, hè, vanuit het zondag voetbal, meen ik. Oh, die hebben het perfect en goed gedaan in de eerste klasse Noord-Zondag. Ik bedoel, daar zijn ze keurig kampioen geworden. En die kunnen wel voetballen. Ja, want die zondagploegen, is het nu een stuk makkelijker voor om in te stromen naar het zaterdagvoetbal. En er zijn er ook een aantal die daar nu gebruik van maken. En steeds meer eigenlijk, omdat ze horizontaal kunnen instromen. Ja, het is attractiever om op zaterdag te spelen. Dat hebben al die zondagclubs inmiddels wel ervaren. Er zijn nog maar een paar zondagbolwerken eigenlijk. En voor de rest voorzie ik dat er steeds minder gaat worden. Dan heb ik nog één vraag. Op de eerste dag van de training, maandag 1 augustus was dat, zijn jullie begonnen met meten is weten. Wat houdt het in? Nou, dat je weet hoe de situatie op dat moment is. Hoe komen de spelers terug van vakantie? En we hebben ook wat gewichten, wat vetpercentages, de standaard dingen. En dat was beter dan vorig jaar. Dat was heel goed. Maar wat doe je daar verder mee? Nou, we meten nog een keer, want je moet het kunnen vergelijken. Dus, en dan weten we meer. Dan weet je ook hoe ze er conditioneel voor staan. Nou, ik twijfel er niet aan dat wij als de competitie begint, dat we op het goede niveau zitten. En dan is het gewoon een kwestie van gedurende het seizoen steeds meer kunnen, langer volhouden. Dus nee, dat is vorig jaar ook gelukt. Dat gaat nu ook lukken. Ik miste er nog twee, Dani Smits en Lars ten Dolle. Lars die had nog een korte vakantie. En voor Dani, die had geen vakantie gepland. Maar die heeft natuurlijk ook een jong gezin, 2 jonge kindertjes. En er deed zich nog een gelegenheid voor om nog een week op vakantie te gaan. Nou, de vakantie is dit seizoen lang genoeg om dat straks weer te compenseren. Dus je bent wat dat betreft coulant genoeg? Nou, je houdt rekening met de situatie. Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop dat we elkaar het komende seizoen nog regelmatig spreken, Lucas. De wedstrijden analyseren. En ja, dat het een mooi seizoen weer mag worden, net als afgelopen seizoen. Daar gaan we voor en daar hoop ik ook op. Dankjewel. Ja. Fijn weekend. Dat was het vanaf de Wildzang vandaag. Waar Nunspeter de eerste oefenwedstrijd speelde tegen Lunteren. En het won die wedstrijd met 3-2.